verovert Nebukadnezar, koning van Babylon, Jeruzalem. Duizenden Joden worden in ballingschap weggevoerd. In de 2e eeuw voor Christus verovert koning Antiochus de IV Jeruzalem. Hij probeert de Joodse cultuur te vernietigen. 63 voor Christus. De Romeinse veldheer Pompeius schendt de Joodse tempel. Hij lijft Palestina in bij het Romeinse Rijk. 70 na Christus. Titus, zoon van de Romeinse keizer Vespasianus, verovert Jeruzalem. Vele duizenden Joden worden gedood of in slavernij weggevoerd. Tijdens de kruistochten vinden vooral in Frankrijk en Duitsland moordpartijen plaats onder de Joodse bevolking. In 1182 worden door de Franse koning Philippe Auguste veel Joden van huis en haard verdreven. Midden 15e eeuw wordt in Zuid-Duitsland een Joodse familie op de brandstapel gebracht. Ze wordt ervan beschuldigd de hostie te hebben geschonden. Ook de Spaanse Inquisitie brengt omstreeks dezelfde tijd Joden op de brandstapel. In 1391 worden Joden in Spanje gedwongen zich te laten dopen of anders te worden verbrand. 1492. Alle Joden worden uit Spanje verdreven en van hun goederen beroofd. 1614. Verdrijving van de Joden uit Frankfurt. De Joodse wijk wordt geplunderd. 1745. Verdrijving van de Joden uit Praag. Al eerder, in 1670, waren ze ook uit Wenen verdreven. 1819. Anti-Joodse rellen in Duitsland uit angst voor Joodse emancipatie. Ze krijgen ook de schuld van de hongersnood van 1816. 1848. Revolutie in Europa. Anti-Joodse rellen in de Elzas, omdat de Joden ervan verdacht worden een staat in de staat te vormen. Eind vorige eeuw en begin deze eeuw, pogroms in Oost-Europa. Veel Joden trekken weg naar het westen, vooral naar de Verenigde Staten. Tijdens het nazi-bewind in Duitsland worden Joden massaal weggevoerd naar zogenaamde concentratiekampen. Zes miljoen Joden uit Duitsland en de bezette gebieden worden in die jaren vermoord. Oktober 1981. Een bomaanslag brengt verwoestingen aan in een synagoge in Antwerpen. 2 doden. 2 mei 1982. Spandoek bij de wedstrijd Ajax-FC Utrecht. 9 augustus 1982. Bomaanslag op een Joods restaurant in Parijs. 6 doden. 15 gewonden. In 4 uitzendingen, waarvan vanavond de eerste, zal in gesprekken rondom deze tafel aandacht worden geschonken aan het helaas nog steeds actuele onderwerp antisemitisme. Op 4 achtereenvolgende donderdagen, op dit uur en op deze zender. Het speciale onderwerp van vanavond is een Joodse visie op wat Jood zijn is en op wat antisemitisme eigenlijk is. Voor de bespreking daarvan is hier een niet willekeurig samengesteld gezelschap
van personen bijeen die op de een of andere manier Joods zijn of geacht worden dat te zijn. Ik stel haar nu voor. Leonard Frank. Leonard Frank is toneelregisseur van de toneelgroep Baal. Hij is niet religieus. En laatst zag ik in een krantenbericht, bij de vermelding van de opvoering van een stuk van Baal, dat hij decors had gemaakt. Hij is dus tevens decorontwerper, denk ik. Als je een decor maakt en je bent dan decorontwerper, dan ben ik decorontwerper. René Sanders is freelance journaliste. Zij is behoudend Joods, zegt ze zelf. Betekent dat orthodox Jood? Naar maatstaven van liberale, misschien iets wat vrijgevochten Joden, is dat misschien orthodox. Maar ik denk naar maatstaven van orthodoxe Joden, houdt het het midden. Dan Rika Green. Rikva, moet ik zeggen. Rikva Green. Rivka. Hoe? Rivka. Rivka, ja. Zij is huisvrouw. Maar een huisvrouw die versen schrijft. En ze is orthodox Joods. Ja. Orthodox Joods betekent dat tevens in dit geval aangesloten bij het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de organisatie van orthodoxe Joden in Nederland. Ja, dat klopt. Ja? Dan Pauline Michiels. Ze is lerares geschiedenis. Ja. Ze is liberaal Joods opgevoed en doet er niks aan om haar eigen termen te gebruiken. Ja, niets. Ik ga nog naar... ik bezoek de shul op Grote Verzoendag. En als ik er ben, op nieuwjaar. En voor de rest niet of nauwelijks. Goed. Dan Ruth Abraham. Abraham. Ruth Abraham. Zij is stafmedewerkster van het CIDI. En CIDI betekent Centrum Informatie Documentatie Israël. Ja. Zij is niet religieus. U zult met mij intussen bemerkt hebben dat het op één na allemaal vrouwen zijn die hier rondom de tafel zitten, althans wat de gasten betreft. Ik verzeker u dat dat even toevallig is als wanneer het op één na allemaal mannen waren geweest. Ter opening van het gesprek eerst de vraag, wat is Joods en wie is Jood? En dat kan tevens betekenen, wat betekent Jood zijn voor mij dan? Ik vraag dat het eerst aan meneer Frank. Ik vraag het aan degene die over dit onderwerp het moeilijkst uit zijn woorden zal komen. Het lijkt mij een goed begin, ja. Ja. Zolang het over de anderen gaat. Ik denk dat, maar ik weet het niet zeker, dat Joden, dat dat mensen zijn die voortkomen uit Joden en daarom Jood zijn. Maar ik realiseer me tegelijk dat dat een waarschijnlijk een veel te grove definitie is. Ik weet dat niet zeker. En ik zeg het met nadruk dat ik dat allemaal niet zo zeker weet, omdat het me ook niet echt interesseert hoe en wanneer de ander vindt dat iemand wel of niet Joods is. Het enige wat ik van mijzelf weet, is dat ik me als Jood beschouw, omdat ik voortkom uit Joden, een Joodse vader en een Joodse moeder, lijkt mij genoeg. En niet alleen daarom, maar ook omdat ik de volledige verantwoordelijkheid van het feit dat ik Jood ben, draag. Dit klinkt negatief, is ook zo bedoeld. Mijn leven is bepaald door het feit dat ik Jood ben. En die bepaling van dat leven ziet er niet echt vrolijk uit. Dus ik ben, zou je kunnen zeggen, elke dag daar zeer bewust mee bezig. Even iets over die afstamming. U zegt, omdat ik zoon ben van een Joodse vader en moeder, is dat niet haast te veel? Ik bedoel, is het niet genoeg om van een Joodse moeder af te stammen? Genoeg voor wie? Voor mij genoeg. Nee, maar in de algemene opvatting over wat Jood zijn is. Ik heb wel eens horen verluiden, maar anderen aan deze tafel weten dat beter. Dat de officiële Israëlitische kerk, gemeente, orthodoxie enzovoort. Inderdaad, het genoeg vindt dat alleen de moeder Joods is. Maar ik ga het ook wel eens horen verluiden, daarom vraag ik het u. Ja. Ik hoor u niet zeggen over het religieus zijn of het Joodse geloof aanhangen als bepalend voor het Joods zijn. Ik ga naar mevrouw Green. Is dat zo dat het, naar uw opvatting, het ander niet religieus zijn daar niets mee te maken heeft?
Voor mij is het Jood zijn belangrijk dat de religie een rol speelt. Dat is voor mij de belangrijkste factor. De Torah, dus de Bijbel, is het kern van het Jodendom. Als je dat niet hebt, dan verzeker je ook niet de toekomst van de kinderen. En ook niet van het nageslacht. Voor mij kan het niet zonder de Torah, zonder de traditie. Maar ik moet wel erkennen, iemand die uit een Joodse moeder geboren is, die is Joods. En of die nou zijn religie houdt, ja of nee, dat heeft er dus niks mee te maken. Hij wordt als Jood erkend. Maar bijvoorbeeld iemand die overgaat tot het Jodendom, dus niet Joods is, die moet in de eerste plaats de religie erkennen. Die moet in de eerste plaats de wetten houden. Dan kan hij pas overgaan tot het Jodendom. Ja, dat is duidelijk. Maar je gaat dus niet zo ver dat u zegt, mensen die de wetten niet onderhouden, mensen die in het geheel niet geloven, atheïsten bijvoorbeeld, die kunnen ook volgens uw opvatting niet te min Jood worden genoemd. Ja, die worden Jood genoemd. Die zijn Jood. Ja. Wat vindt u? Ja. Ja, ik denk dat je Jood zijn op twee manieren kunt omschrijven. Eerst objectief feitelijk. Nou, iemand die uit een Joodse moeder geboren is en waarvan de moeder op haar beurt ook weer van een Joodse moeder afkomstig is, die is Joods. Dat is één ding. Nou, dan kan iedereen dat persoonlijk weer op zijn of haar manier beleven. En inderdaad, wat u net zei, dat klopt. Iedereen kan Joods zijn die daarvan afkomstig is. Voor mij betekent Joods zijn een heleboel. Het is heel veelomvattend. Ik denk dat het om te beginnen samenhangt met het monotheïsme, het erkennen van één God. Naar orthodoxe maatstaven wordt daar dan ook op gezegd, als je die ene God erkent, dan moet je ook de consequenties aanvaarden van dat erkennen. En dat betekent leven volgens de wetten, de voorschriften die die ene God aan het Joodse volk gegeven zou hebben of gegeven heeft. Om verder te gaan, Joods zijn is hangt voor mij vooral samen met een enorme warmte en een veilig gevoel. Het binnenkomen in een Joods gezin, in een Joods huis, ergens waar een Joodse sfeer heerst, dan denk ik alleen maar aan mijn ouderlijk huis, als ik daar iedere vrijdagavond kom om daar te eten, dat vind ik werkelijk een van de meest zalige dingen die ik me kan voorstellen. Dat is gewoon een warm bad. Dat zou ik niet graag willen missen. Ik ben dus behoudend Joods, wat u net al zei. U staat me toe dat ik daar nog even doorga. Ja, zeker. Dat betekent, ik zal dat met een heel concreet voorbeeld uiteenzetten. Ik kom op vrijdagavond dan bij mijn ouders thuis. We steken kaarsen aan. Wat dan gebruik is wat de vrouw des huizes doet of andere vrouwelijke personen in huis. Shabbatkaarsen, waarmee dus de Shabbat wordt ingewijd. Vervolgens zegenspreuk over wijn en brood. Een verrukkelijke maaltijd. Kippensoep of iets van die strekking. Dat hoort erbij. En daarna tv kijken. Nou, dat tv kijken is naar orthodox-Joodse begrippen is dat niet toegestaan. Dus het is een soort combinatie van ja, vooral die warmte met een stukje loyaliteit en gezelligheid. Ja, nog een heleboel meer natuurlijk. Maar, ja, alles wat u nu zegt, dat klinkt zo warm, vriendelijk en veilig ook. Hè? Ja. In schelle tegenstelling daartoe staat dat ik las in een artikel van mevrouw Leidersdorf, Salma Leidersdorf, dat voor haar tot de essentie van haar Jood zijn behoort het leven met angst. Dat zegt ze letterlijk zo in een gesprek dat zij in geschriften dan met een vriend voert. Leven, zegt ze, in de wetenschap en in de verwachting dat iedere minuut, iedere dag het monster uit de kooi kan ontsnappen. Dat is natuurlijk niet mis. Ik zou graag willen hebben dat u daar eens op ingaat, mevrouw Abraham. Ja, kunt u dat plaatsen, die twee dingen die tegenover elkaar gesteld lijken? Ja, ik begrijp het wel. Ik denk dat het één aspect is van het Jood zijn. Wat Jood zijn objectief is heel moeilijk te zeggen. Voor sommige mensen bestaat er zoiets als het Jodendom, wat dan betekent religie, cultuuruiting daarvan, de boeken en de traditie daaromheen. Voor anderen betekent dat heel extreem gezien alleen maar hun eigen beleving daarvan. En er zijn allerlei schakeringen daartussenin. Voor mij persoonlijk heeft Jood zijn heel sterk ook te maken met een fundamenteel gevoel van onveiligheid. Ik denk dat als je grootouders hebt die uit Polen gevlucht zijn,
ouders hebt die uit Nederland hebben moeten vluchten, dat dan voor jezelf het geval niet denkbeeldig is dat je ook zal moeten vluchten. Het is dus een fundamenteel gevoel van onveiligheid, wat ik zelf dan misschien wel weer heel erg veilig vind, heel tegenstrijdig, want ik denk dat als je je veilig voelt, dat dat vaak toch maar een loze veiligheid is en dat dat voor veel mensen opgaat. Maar dat is een punt, je eigenlijk nergens thuis voelen. Het gevoel van de toevalligheid dat je hier in Nederland zit, het had ook een ander land kunnen zijn. En het gevoel dat je Jood zijn op geen enkele manier toevallig is. Maar dat is een gevoel. Ja, het is niet alleen punt, negatief. Op dit punt aangekomen. Je zegt het Jood zijn niet toevallig is. Hè? Dat doet mij denken aan wat ik van meer Joden gelezen heb wanneer zij vertellen over hun eigen Jodendom. Dat heb ik van Howard gelezen, maar dat zeggen ook anderen. Je kiest niet voor het Jodendom, zeggen zij. Je bent gekozen, ja, je bent uitgekozen, ja, zegt een religieus iemand. God heeft uitgekozen. Het is onontkoombaar, met andere woorden. Waar dan weer iemand anders op zegt, dat is Blaig die dat zegt, allemaal in een boek over mijn Jodendom handelend. Die zegt, mooie uitverkorenheid hoor. Die uitverkorenheid blijkt dan te bestaan uit niets dan onderdrukking en vervolging. Daar ben ik het niet mee eens. Daar? Ja, daar ben ik het niet mee eens. Niet Kijk, meer. De geschiedenis van de Joden kan je beschrijven aan de hand van onderdrukking en vervolging. Van het ene hoogtepunt van antisemitisme naar het andere. Maar je kan het ook omgekeerd beschrijven aan de hand van culturele bloei, inhoud geven aan het Jodendom. Je kan het ook heel erg positief zien. En het feit dat ik mijn Jood zijn niet als toevalligheid zie, betekent nog niet dat ik er negatief tegenover sta. Ik sta er heel positief tegenover. Ik vind het helemaal niet erg om Jood te zijn. En ik geloof dat het me in een heleboel opzichten een voordeel geeft. Ja, maar mevrouw Michiels, Jood zijn, dat betekent dan toch blijkbaar iets wat je niet kiest, wat er nu eenmaal is. Het heeft ook iets van een onontkoombaarheid. Je zou bijna kunnen zeggen, je bent er blijkbaar toe veroordeeld. Dat zou je allemaal kunnen zeggen. Vindt u dat ook? Ik heb nooit het gevoel gehad veroordeeld te zijn tot het Jodendom. Ja, dat is mijn eigen interpretatie, ja, hoor. Maar goed, ik antwoord u op uw vraag. Ja. Maar nee, dat gevoel heb ik helemaal niet. Ik heb het altijd wel interessant gevonden, wel leuk. Ik heb er waarschijnlijk vroeger ook wel mee gecoquetteerd tegenover anderen. Ik vond het wel interessant. Je was anders. Ja, de vraag wat Jodendom is, het is hier over de tafel gaan. Ik weet het ook niet. Het is zoveel. Het is buitengewoon moeilijk blijkbaar om dat precies te omschrijven. Want ik las dat toen aan Jacques Presser gevraagd werd. Henri van Paarvoet zat aan hem. Die vertelt dat ook. Als Jacques Presser werd gevraagd, vertel mij nou eens wat dat is. Joodse, wat vind jij ervan? Toen zei hij, dat het is daarmee als met de vraag naar de tijd toen die aan Augustinus werd gesteld. Toen zei Augustinus, als je het me niet vraagt, dan weet ik het. Maar als je het me vraagt, dan weet ik het niet. En zo is het, zei Presser, ook met het Joods zijn. Ja, ik ben Joods omdat mijn ouders Joods waren. Maar ik ben niet Joods omdat ik nou zo religieus ben. Maar ik ben toch wel Joods. Maar als je er zelf voor had kunnen kiezen, bij wijze van spreken, als je er wat van had afgeweten. Nee, ik denk dat ik daar veel te lui voor ben. Ik had daar nooit voor gekozen. Dat is zo moeilijk. Dan moet je allemaal examens doen en zo. Dat zou ik zeker nooit. Ik weet van mezelf dat ik dat niet gedaan zou hebben als ik niet toevallig Joods geboren was. Ja, maar toch, als nou iemand die niet Joods is, Joods wordt. Ja, dat vind ik uitstekend. Rooms-katholiek. Ja, ja. Wordt. Dan wordt hij Joods. Wordt hij dan helemaal Jood, zoals het. Ja, maar ik vind dat hij dan zichzelf een Jood mag noemen, omdat hij. Dat wordt hij ook genoemd. Omdat hij, als het ware, zijn intrede doet in de Joodse godsdienst. En waarom niet? Het is vindt toch. Niet? Maar het is je wel, hij of zij wordt wel Joods door die religie te aanvaarden. Precies, en leven. Dan is hij Joods. Maar omdat Jood zijn zo'n ongelooflijk veelomvattend begrip is. Ik vind het ergens een fenomeen. Je kan er natuurlijk een heleboel bij gaan halen. Nee, maar ik denk dat andere zaken, zoals de cultuur en bepaalde mentaliteit, misschien de humor, de weet ik wat. Jawel, maar dat zijn misschien allemaal dingen die randverschijnselen. Die jij dan bijhoudt. Dat is traditie, cultuur. Ja, maar die. En vooroordelen over Joden. Ja en nee. Ja en nee. Ik denk dat er heel veel meer meespeelt. Heel veel.
Dat kijk, heel veel maar het is juist, vind ik, zo aardig dat mensen Jood kunnen worden. Ongeacht of je dat begrijpt of niet, dat mensen dat willen worden. En ik begrijp dat vaak niet, al sta ik er nog zo positief tegenover. Mensen die zoveel moeite moeten doen om tot een volk te gaan behoren, dat toch ook wel erg veel problemen kent. Maar het toont ook weer eens aan hoe open het Jodendom is en hoe het op geen enkele manier racistisch of iets dergelijks is. Iedereen kan Jood worden. Natuurlijk. Maar ik zou dus eigenlijk in mijn geval moeten zeggen, ik ben Joods geboren. Dat ben ik, daarom ben ik Joods. Maar ik ben niet Joods vanuit de religie. Zo ben ik niet Joods, ja. Want ik doe er niet veel aan. Ja, toch geloof ik wel dat je kunt kiezen op een zeker moment. Je kunt natuurlijk helemaal overgaan, als je dat wilt, tot assimilatie. Dat kan. Ja. En als je nou zegt, nou, ik kies ik niet voor... Ik blijf dan altijd Joods. Wat verstaat u dan als moeder Joods? Nou, dus volledig opgaan in de andere cultuur. Dan aanvaard je niet meer het Jodendom, je aanvaardt niet meer je eigen identiteit. Je bent het van geboorte, ja, maar wat is je klaar. Identiteit? Je eigen geloof? Ook, dat is een deel ervan. Maar wat nog meer dan? Men zegt over het algemeen, ik heb het zelf nooit geprobeerd, dus ik kan niet uit ervaring spreken, dat assimilatie pas in een tweede of derde generatie mogelijk is. Okay. Voor jezelf is het vaak niet mogelijk, omdat anderen je als Jood blijven zien. Dat je toch niet als gelijke geaccepteerd wordt. Je wordt toch altijd als ander gezien. Soms, dat hangt er ook nog vanaf. Maar daarom geloof ik ook dat het Jodendom en het Jood zijn, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Jodendom is de religie en wat de gevolgen daarvan zijn. En het beleven van je Jood zijn kun je op heel veel verschillende manieren. Zelfs het beleven van de religie kun je op heel veel verschillende manieren. Dat heeft te maken met je persoonlijkheid. Hoort, vraag ik nu aan meneer Frank, dat het Jood zijn voor u ook het deel hebben aan wat heet lotsverbondenheid. Ik meen dat een beetje van u te begrijpen, namelijk straks. En hoort daar ook toe het deel hebben aan een cultuur. Het gevoel van iets te maken hebben en ook willen hebben met geslachten voor u. Zeer sterk, ja. Ja, dat is bij mij wellicht het sterk ontwikkeld. Dat heel erg sterk ervaren. Waar ik vandaan kom en wat je eventueel in de toekomst hebt te doen om mensen die na mij komen enig uitzicht te geven op een leven wat verschilt van de inleiding die we net gezien hebben. Ja. Maar die lotverbondenheid, dat is het sterkst ontwikkeld. Daarom moet ik heel eerlijk zeggen dat iemand die zich als katholiek tot de Joodse religie laten bekeren, dat blijft voor mij in die zin een tweedehands Joods mens. Omdat hij die lotverbondenheid nou juist mist. En ik vind dat een van de sterkste ervaringen, althans die bij mij een rol speelt. Ja, maar dat klinkt dan wel erg uitverkoren. Hij kiest voor die lotsverbondenheid. Ja. Heel bewust. En dat kan. Ja, dat gaat dus blijken, maar hij heeft hem niet in zijn vel zitten. Maar ik zie dat niet als iets erfelijks. Ik heb het niet over erfelijk, ik heb het over geschiedenis. Ik wil nu eens hebben over, nou, tenminste iets te hebben vertaald door u, over het wat Joods zijn betekent, waarover toch wel heel duidelijk diverse mensen genuanceerde opvattingen bestaan. Moeten wij het eens hebben over het verschijnselen antisemitisme. Eerst gewoon de verschijnselen. Sommigen zeggen dat die verschijnselen toenemen. Zowel in Nederland als anders. Anderen zeggen dat dat niet het geval is. Dat ze daar eigenlijk heel weinig van merken. Er is pas een artikel geweest in Hervormd Nederland. Interview met veel mensen waarvan diverse mensen zeiden, nee, ik merk er eigenlijk niet zoveel van. Ik vind van niet. Nou goed, anderen vinden er weer van wel. En ik wil dus weten wat u daarvan vindt. Als u daar iets over vindt. Niet van u. Ja, ik wil er iets over zeggen. Wat mij betreft, ik ben overgevoelig op dat punt. Volkomen terecht, vind ik zelf. De geschiedenis wijst het uit dat je niet overgevoelig genoeg kan zijn. En ik constateer, althans in Nederland, misschien niet een toeneming van direct, concreet, tastbare uitingen van antisemitisme. Ik constateer wel een atmosfeer die groeiend is en die groeiend aanleiding
kan gaan geven tot het veel gemakkelijker uiten van antisemitisme. Wat bedoelt u met een groeiende atmosfeer? Nou ja, antisemitisme is natuurlijk, tenminste zoals ik het zie, niet een geïsoleerd gegeven van een of andere idioot die ergens op een hoek van de straat gaat staan schreeuwen. Maar dat is een mentaliteit, een angst, een opwindend gevoel van we hebben nu eindelijk de schuldigen te pakken of iets dergelijks. En dat kan alleen maar ontstaan binnen een samenleving die daar aanleiding toe geeft en die daar ook begrip voor heeft en die daar ook tolerantie voor heeft. En die atmosfeer, die is naar mijn gevoel aan het ontstaan in Nederland. Ja. En de anderen dat ook? Ja, ik geloof dat het ook te maken heeft met de media. Hè? Vooral nu, er is echt een tendens van anti-Zionisme. En ik geloof dat dat ook erg aangewakkerd wordt, om maar zo te zeggen, in de media. Er is geen begrip voor de situatie in Israël. En mensen kunnen zich niet verplaatsen, vereenzelvigen met de Joden. Ze weten heel vaak weinig van de Joodse geschiedenis af. En ik geloof dat dat leidt tot zelfs antisemitische uitlatingen. Maar ik moet zeggen, persoonlijk heb ik eigenlijk nooit er wat mee te maken. Goed, maar in hoeverre is er volgens u een verband tussen antizionisme en antisemitisme? Nou, dat is nogal... Want u roert ze beide aan. Ja. En als we onder antizionisme verstaan... Ja, daar kun je ook weer verschillende dingen onder verstaan. Ik denk dat je daaronder zou kunnen verstaan het bezwaar hebben tegen het feit dat er een aparte Joodse staat is. Dat zou je antisionisme kunnen noemen. Ja. Soms wordt ook antisionisme genoemd het bezwaar hebben tegen de handelwijze van het regime in Israël. Tegen de regering van dit moment. Ja, dat wordt ook wel antisionisme genoemd. Maar nou, dat, ik geloof dat dat gewoon... gebruikt wordt als om te zeggen, ik ben tegen de handelwijze van Israël. Want heel vaak is het zo, dan die mensen die dat zeggen, zijn al voor die tijd, voordat bijvoorbeeld, nou is er een andere Israëlische regering, maar toen die andere de socialistische regering er was, waren die mensen ook tegen de handelwijze van Israël. Toen gebeurden die heel andere dingen. Maar het is gewoon, volgens mij dus, Een middel om te kunnen zeggen dat je dus niet antisemitisch bent, maar je bent wel anti. Altijd. Iedereen die bezwaar heeft tegen... Dat hangt er nog vanaf. Dat natuurlijk niet. Ben ik het ook helemaal niet eens. Nee. Helemaal niet mee eens. Ik denk dat, dat je een duidelijk onderscheid moet maken tussen antisemitisme en antizionisme. Ik denk dat het heel legitiem is om kritiek te hebben op acties van de Israëlische regering. Maar je moet je ervan bewust zijn dat er een glijdende schaal bestaat. Als je anti-Zionist bent, je bent tegen het bestaan van de staat Israël, zo zie ik anti-Zionisme. Als je dan ook op een gegeven moment bent tegen de handelingen van de Israëlische regering, je uit dat door te zeggen ik ben tegen Israël, ja, dan kom je natuurlijk heel gauw in de sfeer van het antisemitisme, want dat heeft Sartre ook een keertje gezegd, in Israël wonen nou toevallig toch wel heel wat Joden. Dus als je tegen Israël bent, dan ben je ook heel erg gauw tegen Joden. Het onderscheid, ik ben tegen Israëlische Joden, ik ben tegen alle Joden, of ik ben tegen de regering Begin, dat is vaak heel klein. En ik geloof daarom zeker dat antisemitische gevoelens in een tijd waarin er een toenemende kritiek is op de regering Begin, vaak gebruikt worden als legitimering van dus dat eigenlijk de kritiek op de staat Israël geuit wordt in een legitiemere vorm van het eigen antisemitisme. Ja, zo kritiek op Israël mag. Antisemiet zijn is toch nog altijd niet acceptabel in Nederland? Nou, zo kan ik het uitleggen. Nou, maar het geldt niet voor iedereen. Een voortreffelijke dekmantel van antisemitisme. Dat geloof iemand ik ook zichzelf zeker. Antisionist noemen. Dat geloof ik en zeker. En op die manier van alles rechtvaardigen om te beweren. Ik vind aan de andere kant dat jullie nu wel heel makkelijk dat begrip antisemitisme maar hier over tafel gooien. Oh. Want ik vind mensen die zich op een of andere manier druk maken over de situatie in Israël,
die vind ik dat je die helemaal niet op één hoop mag gooien dat met antisemieten. Maar dat doe ik ook juist. Ja, maar daar moet je wel verschrikkelijk mee oppassen. Maar waar ligt de grens dan? Ja, waar ligt de grens? Er is natuurlijk een enorme mate van overgevoeligheid bij Joden ten aanzien van kritiek. Dat zou misschien ook wel, of nou, misschien, dat zou zeker wel een gevolg zijn van de Tweede Wereldoorlog. Misschien zeker ook wel door de geschiedenis van de Joden. Maar het is nu zo verschrikkelijk moeilijk met wat er in Israël gebeurt, om mensen die daar kritiek op hebben, niet meteen op één hoop te gooien maar met dat, antisemieten. Dat doe ik ook op geen enkele manier. En ik kan ook aantonen waarom je dat niet eens kan doen. Want het is duidelijk dat veel Joden in Nederland, buiten Nederland en in Israël kritiek hebben op de acties van de huidige Israëlische regering. Ja, die mogen dat gelukkig zeggen, want ze zijn Jood. Nee, het feit dat daaruit blijkt al dat kritiek op handelingen van een Israëlische regering niet gelijk is per definitie aan antisemitisme. Maar ik heb de indruk dat toch bij veel Joden in Nederland dat als zodanig wel gevoeld wordt. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Zodra het van buiten komt, als de buitenwacht iets zegt, wat Israël gedaan heeft, deugt niet, dan is men meteen op zijn tentjes getrapt. Nou, dat idee heb ik wel sterk. Of op zijn tentjes gedacht, dat is zoveel gezegd. Maar ervaart men gevoelige mensen daarvoor? Maar jij had het straks over een gevoel van onveiligheid. Goed. Ik kan me voorstellen dat een gevoel van onveiligheid met dit soort dingen ook samenhangt. Een kwestie van alert zijn. Een speciale antenne hebben voor... Ja, maar je kan je met die antenne natuurlijk wel eens vergissen. Ik zal niet zo gauw zeggen, zoals Rivka dat net deed, dat het aan de media ligt. Ik geloof dat niet zo erg. En ik denk ook dat als je de krantenberichten over de huidige Israëlische actie in Libanon zou analyseren, dat je dan zou zien dat er ook een heleboel berichten zijn die heel objectief zijn, op geen enkele manier met gevoelens werken. Dus ik zou dit allemaal niet zo willen generaliseren. Wanneer is iets objectiefs dan? Ik bedoel, ik krijg vaak de indruk om op de media verder te gaan, dat een bericht pas als objectief wordt ondervonden wanneer er behoorlijk wat kritiek, dus negatieve kritiek in zit. Laat ik eens een voorbeeld nemen. Hè? Als we het nou hebben over die overgevoeligheid. Ik las onlangs in de krant een verwijzing naar een verder bericht waarin stond pagina 4, grijnzende Arafat rijdt door Rome of iets dergelijks, naar aanleiding van het bezoek van Arafat aan de paus. Nou, dan ben ik me er zeer wel van bewust dat als er had gestaan grijnzende Begin rijdt door Rome, dat ik me geraakt zou hebben gevoeld, dat ik zou hebben gedacht, hier ligt wellicht antisemitisme aan ten grondslag, waarom lacht die man niet gewoon, waarom grijnst hij? Gebeurt het bij Arafat, dan denk ik natuurlijk niet dat het met antisemitisme te maken heeft. Nou, op zo'n moment ben ik me bewust van mijn eigen overgevoeligheid en ben ik er ook van bewust dat ik daarmee af en toe de mist in ga. Wat zou er eigenlijk ten grondslag liggen aan dat antisemitisme dieper? We kunnen daar hier maar een gooi naar doen hoor, want daar kun je een week over bezig blijven natuurlijk. Maar het is iets van afkeer, het is iets van op zijn ergst haat, dat is duidelijk. Zou het voortkomen uit wat superioriteitswaan? Zou het voortkomen uit intolerantie ten opzichte van minderheden, van mensen die een beetje anders zijn, die ook anders willen zijn? Wat denkt u? Ja. En dat is zeker ook zo. Het is natuurlijk heel moeilijk om daar iets over te zeggen, want er zijn zo verschrikkelijk veel mensen daarmee bezig geweest om het uit te vissen, wat is antisemitisme en waardoor wordt het veroorzaakt. Maar dat er discriminatie is ten opzichte van minderheidsgroepen, dat is een ding wat zeker is. Ik merk het bijvoorbeeld op school met de kinderen, daar gaan ontzettend veel buitenlandse kinderen naar school, maar mijn kinderen die dus Jood zijn, worden dus uitgemaakt voor Turk. Want ze zijn al donker. Ja. Zo wordt er dan gediscrimineerd. Want het is een Joods kennen ze daar haast niet, hè, de kleine plaats. Maar dan is de volgende vraag of er nog een specifiek verschil is tussen het discrimineren van andere minderheden, Turken, kinderen van gastarbeiders in het algemeen, en Joden in het bijzonder. Mevrouw Abraham. Dat denk ik wel, ja. Want het is natuurlijk, er zijn gemeenschappelijke kenmerken in. Het is allebei intolerantie, discriminatie, voortkomend misschien uit gevoelens van onveiligheid, angst. Leonard Frank heeft daar ook al een beetje aan gestipt. Maar het grote verschil is natuurlijk de rijke voedingsbodem die het antisemitisme heeft. Het antisemitisme bestaat duizenden jaren, heeft een lange kerkelijke traditie.
komt tot uiting in vele cultuuruitingen in het Westen, laten we zeggen in Europa, christelijke Westen, literatuur, poëzie. Het is vergeven van antisemitische opmerkingen. Je hoeft het woordenboek maar op te slaan. Iedereen herinnert zich de kwestie van de vandalen en de definitie van Jood. Wat bedoelt je met de kwestie van vandalen en de definitie van Jood? Het probleem dat vandalen onder het woord Jood ook allerlei negatieve betekenissen geeft. U bedoelt de samenstelling Joden voor Jodenkerk, Joden leven als in de Jodenkerk. Precies, en dan de discussie die erop gevolgd is, wat dan de functie is van een woordenboek natuurlijk. Maar ik wil alleen maar zeggen, het heeft een lange en rijke traditie en het valt dus op een vruchtbare voedingsbodem. Ik denk dat dat een groot verschil is. En we hebben gezien waar het antisemitisme toe kan leiden. Dat zijn dingen die houden je bezig en die verbind je daar ogenblikkelijk mee. Ja, is het misschien ook dat verband eigenlijk dat gevoeligheid verklaart ten opzichte van zulke uitdrukkingen als Jodenfooi? Want over andere mensen, groeperingen in Nederland worden ook dingen verteld zonder dat er een bijzondere verontwaardiging ontstaat. Er wordt gesproken over Roomse onbetrouwbaarheid, over protestantse hypocrisie. Smulpaap is nog wel het minste. Maar ik ken nog ergere dingen die nauwelijks, die ik hier niet zou durven te zeggen, maar die ik elders misschien wel zag. En dan ontstaat er toch niet dat soort van eigenaardige verontwaardiging als wanneer er iets wat misschien onschuldiger lijkt als Jodenfooi enzovoort zal staan. Hangt dat misschien samen met wat erachter steekt, met wat u net zei, de geschiedenis? Ja, met dat fundamentele gevoel van onveiligheid dat je toch wel op de een of andere manier voelt. Als ik om me heen een toename van antisemitische uitingen bespeur, want dat wil ik dan loszien van antisemitisme op zich, maar de uitingen kunnen kennelijk weer. Dat wordt weer geaccepteerd. Als ik dat zie, dan kan ik wel zeggen dat ik mentaal mijn koffertje gepakt heb. Dat ik toch altijd rekening ermee houd van als het me hier te gek wordt, dan vertrek ik. Ik merk op school heel duidelijk dat er bij de kinderen, nu alweer zoveel verder van de oorlog dan wij dat waren, dat er bij de kinderen een geweldige moeheid is ontstaan. Een moeheid over oorlog en Joden. Ik heb toen ik op school begon, ja, ook vanuit hun eigen belangstelling, natuurlijk juist dat onderwerp Joden wel eens bij de kop genomen. En het is nu de laatste jaren zo dat ik iedere keer hoor, alsjeblieft, schei uit over die Joden. Ik heb er al zoveel over gehoord en die oorlog, dat is ook langzamerhand niet spannend meer. Joden en oorlog, daar is erg veel over gepraat en ik krijg de indruk dat er een enorme verzadiging is. En of je dat nou, ik kan me dat eigenlijk heel goed voorstellen. Ja, maar die verzadiging die gaat door en door en door tot aan de volgende oorlog. Ja, zo zie ik het niet. Ja, zo zie ik het dus wel. Ja, dat begrijp ik, maar zo zie ik het niet. Ik heb ook medelijden dat jij het zo ziet, maar... medelijden, misschien is hij wel realistischer dan jij. Ja, misschien ben ik heel onrealistisch en... En wil ik allerlei dingen niet zien, maar... Toch is het natuurlijk zo dat die leerlingen waar je het dan over hebt... vermoedelijk niet veel van Joden afweten of Jodendom. Nee, daar weten ze ook niet veel van. Maar het onderwerp als zodanig... Ja, dat is een... Dat hoeven ze ook niet. Er wordt er zoveel over gepraat en... Het wordt te veel in de probleemsfeer getrokken. Ja, altijd dat. En altijd ook dat ellendige en dat vervelende en... Ik wil graag toch daar iets tegen en ook tegelijkertijd reclame maken. Want bijvoorbeeld, wij hebben vorig jaar de productie Leedvermaak gemaakt. En Leedvermaak gaat niet direct over de oorlog, maar wel over de gevolgen van de oorlog. En je kan toch constateren dat daar op een of andere manier, waarom precies weet ik ook niet, echt ontzettend veel mensen naartoe gaan die daar, die je anders bij wijze van spreken niet in het theater aantreft. En ook heel veel jongeren. Dus ja, ik bedoel, jij zegt wat je zegt en ik zeg wat ik zeg. Dat betekent verder allemaal niks. Maar ik kan wel in ieder geval constateren dat er een hele grote groep mensen is in Nederland die er ontzettend veel behoefte aan heeft dat hun stem gehoord wordt. En wat is die stem? Dat is volgens mij een stem die
in de verdrukking heeft gezeten, eigenlijk altijd. Ik merk het ook aan, even door mag gaan, aan programma's van Ischa Meijer. Mm-hmm. Dat wordt echt verschrikkelijk druk en intensief bezocht door mensen. Kennelijk is er behoefte aan, toch, aan een geluid, Joods geluid, een beetje Joods geluid, bijna Joods geluid, weet ik veel. Mensen willen het horen, komen terecht. Waakzaamheid, op je hoede zijn. Goed. Wij praten nu over antisemitisme en verschijnselen van antisemitisme. We mogen ons ook afvragen of misschien in Joodse kring antigevoelens bestaan ten opzichte van anderen. Als Joden de anderen de goyim noemen, dan zou je je kunnen afvragen of er een soort van antigoïsme bestaat. Barbara? Ja, ik moet lachen omdat ik de term goy hoor vallen. Goy betekent eigenlijk, goyim betekent eigenlijk gewoon de volkeren, dus de andere volkeren dan het Joodse volk. Maar ik ken die term ook van huis uit. Er werd ook met een zekere minachting, die toch misschien soms ook voortkwam uit teleurstelling, uit de achtergrond van vervolging, gesproken over de goyim. Maar ik herinner me er ook een variatie op. Ik herinner me ook de term, dat is een echte goede goy. Ja. Dat was de uitzondering op de regel. Ikzelf zou kunnen zeggen in zijn algemeenheid. Ja, dat is gevaarlijk natuurlijk. Ja, want dan zijn de anderen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dus die gevoelens. Zouden zeggen, dit is wel een goede Jood. Die antigevoelens bestaan wel degelijk. Ik zie dat allemaal niet zo geïdealiseerd. Maar ik zelf zou zeggen dat voor mij de mogelijkheid bestaat dat ik niet Joden ken of niet Joodse vrienden heb. Waar ik veel meer mee gemeen heb dan met een heleboel Joodse mensen die ik ken. Maar omgekeerd, dat wanneer alle omstandigheden gelijk zijn en de een is Jood en de ander niet, dat ik me dan bij de Jood toch altijd iets makkelijker zal voelen. Dat er een zeker wantrouwen wegvalt. Dat je toch nooit hoeft te denken, zou het soms een antisemiet zijn? Wat zou die hiervan denken? Een zekere vertrouwelijkheid, een zekere gemeenschappelijke achtergrond. Ik kan mijzelf niet aan de indruk onttrekken dat, weliswaar geen hekel hebbend, ik bij niet-Joden, dat die zeg maar een zwaarder toelatingsexamen bij mij om bij mij in de gunst te komen moeten doen dan bij Joden. Dat is absoluut waar. Ik heb verschuivende beelden, niet zozeer militaire pakjes in concentratiekampen, maar wel verschuivende beelden van als het nou eens oorlog zou zijn, wie van die mensen zou mij dan als eerste verraden, bijvoorbeeld. Dat voelde ik ook, ja. En ten tweede, wat heeft zijn vader gedaan in de oorlog? Of haar vader? Dat is het allereerste waar ik op uit ben en waar ik mee bezig ben. En dat geeft natuurlijk toch een bepaald soort van, ja, je kan toch wel zeggen, spanning aan. Het is niet ontspannen bij voorbaat. Het is natuurlijk ook niet echt, ik ben niet een anti-niet-Jood hoor, niet uitgesproken, maar ik voel me bij Joden toch wel iets prettiger. Ja. Nee, ik heb eigenlijk precies het andersom wat jij dus zegt. Hè. Ik heb dus geen hoog verwachtingspatroon, dat is het grote verschil. Ik heb juist van Joden, verwacht ik veel meer dan van niet-Joden. Heb ik veel, als daar iets misgaat in de verhouding, dan vind ik dat veel moeilijker te accepteren dan als ik dus met een niet-Joodse kennis iets heb, dan denk ik, ja, nou, oké. Weet je, dat accepteer dat ik ook. Dat is zo tegengesteld aan meneer Franks. Ik denk dat hetzelfde dat loopt parallel, gewezen. Nee, u verwacht dat u Joodse genoten, dat die zich beter zullen gedragen dan anderen. En dat ligt ook een beetje de grondslag aan wat meneer Franken net zei. Nou nee, want hij zegt, hij bekijkt dus, hij vraagt zich dus af wat zou die doen als ik in een moeilijke positie kwam. Zou er jodenvervolging zijn of wat dan ook? Nou, dat heb ik dus helemaal niet. Daar sta ik nou niet meer bij stil. Hij vraagt zich dat af van mensen die niet Jood zijn. Is hij geneigd zich dat soms af te vragen? Ja, nou dat zou ik dus helemaal niet afvragen. Goed. Jij bent er gewoon zeker van. Nee, ik bedoel, ik verwacht het gewoon niet. Ik ga er gewoon vanuit dat als het zo zou zijn, dan is het fantastisch. Ik heb nog een slotvraagje voor u. Ik wil van u weten, voor zover u dat nog niet hebt gezegd, en dat is er nog niet helemaal uitgekomen, vind ik, of dat u in uw persoonlijk leven, in uw beroepsleven ook, last hebt van antisemitisme. Persoonlijk.
Nee. U knikt. Grote overtuiging. Nee, Vanmichem. Nee, het zal wel aan mij liggen. Misschien wil ik het ook helemaal niet zien. Maar ik heb het wat mijzelf betreft... Dus wat bedoelt u met het zal wel aan mij liggen? Dat u het niet ziet of dat u zo bent dat het ondenkbaar is dat iemand... Nou, ja, bepaalde dingen spelen bij mij mee. Ik zie daar, zoals het heet, niet zo joods uit. En mijn naam verraadt het ook niet als zodanig. Ik bedoel, als ik Rivka Cohen zou heten, dan zou dat toch makkelijker zijn. Maar ja, in mijn bestaan als zodanig heb ik eigenlijk nooit iets van antisemitisme gemerkt. Waarom? In mijn beroepsleven merk ik het nauwelijks. Ik weet wel dat het bestaat. Maar ik denk dat... misschien is het onjuist, maar ik denk dat als je zelf sterk naar buiten treedt als Jood, dat je daar dan ook minder mee geconfronteerd wordt. Omdat mensen weten dat het jou toch niet raakt. Als ze tegen mij zeggen, jij bent Jood of vuile Jood, dan... Nou ja, ik ben Jood. Maar aan de andere kant ben je wel kwetsbaarder. Door sterk als Jood naar buiten te treden. Daar ben ik niet bang voor. Nee, dat is wat anders, maar je bent wel kwetsbaarder. Ja, maar ik merk er vrij weinig van. Ik heb in mijn leven trouwens... ben ik heel weinig geconfronteerd met antisemitisme, hoewel ik wel een Joodse naam heb, een Joods uiterlijk, en ook altijd heel duidelijk Joods geleefd heb. Mevrouw Green? Ik kom er ook inderdaad natuurlijk mee naar voren. Iedereen weet in mijn omgeving dus dat ik Jood ben. Ik hoef dat niet te zeggen, ik hoef niet mezelf voor te stellen, want nou ja, ik leef volgens de Joodse traditie. Ja, maar de vraag is... Ja, dus... maar ik krijg dus de indruk dat juist doordat je ermee naar voren komt... ook waardering vindt bij de niet-Joden. Ik zelf ondervind eigenlijk nooit echt antisemitisme. Ik heb het nooit concreet ondervonden. Wel eens opmerkingen hier en daar waarvan ik denk... Hé, moet dat nou? Dat voel ik me niet lekker bij... En dat zijn dan denk ik weer tekenen van sluimerend antisemitisme. Maar ik vind zelf dat ik daar niet zo verschrikkelijk moeilijk over moet doen. Dat ik niet altijd meteen alles als antisemitisme moet ervaren. Frans? Nou, de laatste jaren niet zo erg. Toen ik 6 was, ben ik regelmatig uitgescholden voor vuile rotjood. Verder... Was wanneer, na de oorlog? Ja, toen ik 6 was. Dus dat is... ik ben in 42 geboren. Dus in 48. In mijn huidige omgeving, niet in directe zin, maar soms betrap ik er wel iemand op. Opeens tref ik zijn ogen en dan wordt hij langzaam rood, omdat hij zich gerealiseerd heeft. Dat hij net iets gezegd heeft, enzovoort. Meneer dames, mijn heer, ik moet het gesprek hier afsluiten, want onze tijd is om. U hebt nu een... diversiteit van meningen gehoord over Jood zijn en over antisemitisme. Die diversiteit was gegarandeerd, want er is een Joods gezegde, 2 Joden, 3 meningen. En als dat waar is, dan hebt u nog meer meningen gehoord dan de mensen hier rondom de tafel zaten. Volgende week zullen we het met andere gespreksdeelnemers hebben over wortels van het antisemitisme in de christelijke theologie en in het gedrag van de christelijke kerken. De daaropvolgende donderdag over wortels van het antisemitisme in sociale, economische en politieke omstandigheden en in de geaardheid van mensen. En tenslotte, de daaropvolgende week, hoe overwinnen we dat antisemitisme als het al te overwinnen is? Voor vanavond is aannemelijk dat dit gesprek tot iets grotere helderheid heeft geleid in het gestelde onderwerp. Ik dank de gespreksdeelnemers hier voor hun bijdrage daaraan. En ik dank u voor uw aandacht. U kunt de tekst van deze serie van 4 programma's bestellen door overmaking van 6,50 gulden op Giro 85300
ten name van NOS Denkbeeld in Hilversum. Voor 1 december aanstaande graag. De tweede aflevering van Denkbeeld over het verschijnsel antisemitisme kunt u zien volgende week donderdag 11 november om 9:50 bij de NOS op Nederland 1. Ook aanstaande zondag zendt de NOS uit 's middags om 12:00 met het Capitool. Dan om 1:15 de eerste aflevering uit een serie van 6 van De Magie van de Dans, een serie bespiegelingen over de dans gepresenteerd door Margot Fonteyn. Om 1:45 een film van Roland Kerbos, De Heilige Familie. En zoals gebruikelijk ons zondagavondprogramma en daarin onder andere om 6:30 artsenij. U hebt allemaal wel eens geld gegeven aan het Astmafonds, de Hartstichting, het Koningin Wilhelmina Fonds, maar er bestaan meer dan 200 verschillende patiëntenverenigingen. En omdat sommige maar klein zijn, hebben ze zich gebundeld in overkoepelende organisaties. En voor die overkoepelende organisaties bestaan weer overkoepelende organisaties die de overkoepelende organisaties overkoepelen. Trouwens, waar gaat dat geld naartoe, waar al die collectes voor zijn? Dat alles ziet u in artsenij. Ja, tot zover dit overzicht van aanstaande zondag. Wat vanavond betreft, over 5 minuten besluiten we met het Laterjournaal en het nieuws voor doven en slechthorenden. Dames en heren, goedenavond.